voetbal. Ik denk raceauto of hockey. Maar dan moet hij wel zijn cape gewoon een beetje achterlaten. Misschien wel zwemmen. En ik denk dat hij een heel mooi beetje heeft dan. Paardrijden, kunstschaatsen. En misschien een beetje goudkleurig. Misschien vindt hij tennissen wel heel leuk. Ik denk hardlopen. Ja, gewoon af en toe een beetje op een loopband rennen. Een beetje om zijn kasteel rennen. Willem-Alexander, die zie je zeker vaak op tv. Soms met dat dit hij gaat skiën. Sporten in de sportschool misschien. Ik wil ook naar basicfit. Dat doet mijn mama ook heel vaak. Dat je zo moet rennen en dan gaat dat ding naar achteren. Dan moet je zelf naar voren rennen. Dat heb ik zelf. Dan bowlingen. Dan springen op trampolines van mij. Ik denk dat hij misschien wel ook een vechtsport doet. Dan mag je niet denken, want dan breekt hij denk een been. Koning, zou je met mij willen judoën? Nee, ik heb daar nooit iets van gehoord over sport met de koning. Of nooit. Ik denk van niet. Nee, ik zie maar niet sporten. Je hebt veel andere belangrijke dingen te doen. Als ik de koning zou zijn, wil. Ik zit op zwemles. Als de koning zou ik hockey willen, maar als kind zou ik voetbal willen vinden. Ik ga ook op voetbal zitten. Ik hou echt keihard van voetbal. Ik denk dat hij wil sport, maar niet elke dag. Misschien een keer voetballen of tennissen of zo. Ik denk dat zwaardvechten wel sport is. Ja, dat denk ik niet. Konings, die moeten vechten tegen de vijanden. Echt zit ik niet op zwaardvechten, maar soms oefen ik wel met nepzwaarden die wij thuis hebben van hout.